De Unión hebben junto con otro NAN betrokken bent geweest bij een overval op een geldloper van Héctor Henríquez. Por tanto, envolví de un atraco tirar arriba un cobrador de Héctor Henríquez. Daarvan is door die geldloper aangifte gedaan. Y el cobrador había hecho una denuncia. U heeft bij de politie een bekende verklaring daarover afgelegd. Hebo dado una declaración a la policía, de lo cual va a admitir que te envolví. De medeverdachte Cuas heeft ook een bekende verklaring afgelegd bij de politie. Dat klopt. Ja. Cuas también ha dado una declaración de lo cual la admití. Nou, dat feit is ook gisteren besproken met de heer Cuas. Y también he hecho y voy a repasar ayer con el señor Cuas. Hij heeft zijn bekende verklaring ingetrokken. Hij zegt dat hij er niet bij betrokken is. Entonces, en declaración con la dona de la cual la admití y la jalé a Dingberg y la visa mi nota envolví. Wat wilt u erover zeggen? Klopt het dat u die overval gepleegd heeft? Señor, quiero hablar lo que dice. De verdad, combatir el atraco. Waar wil je gewoon? Waar wil je gewoon? Ik wil het niet over dat hebben. En waarom wil je het niet over hebben? Ik wil ook een paar punten over Nikos. Also, es sungo arme atraco me escuto Suzy. Want degene die zelf de overval heeft gepleegd, Suzy. Dat is dat wat de hoofdrol ding atraco. Die Suzy had de hoofdrol in deze overval. Wat heeft zij gedaan? Die Kiko Lahasi. Inside job. Inside job. Zij was werkzaam bij Héctor Henríquez, weet ik uit het dossier. Het auto trainer Héctor Henríquez, dat is riba voor their file. Zie je, dat was erin dan. Ja, ze werkte daar. En wat heeft zij daadwerkelijk gedaan? Y Kiko en Lahasi. Oh ja, zij doen het tip. Zij is met een tip gekomen. En die tip had betrekking op die geldloper? Die tip heeft dat concerneer ik cobrador. Ja. Ja. En wat was die tip precies? Ik kijk ook een tip dat in zijn. Dat kent er binnen zijn voor. Wie naar buiten komt met dat geld? Een Tokyo-auto. En met de wagen? Op blokje. Om die wagen van die geld over te blokkeren. Dus werden er in die tip bepaalde kenmerken genoemd van auto of iets dergelijks? En tijdstip? De tip ha mencionado cierto características de auto y hora que el cobrador no sabe. Alles, zij is met alles gekomen. Ela vai contar com ele no recherche, pelo menos que tem essa vinga plan. Ze heeft het uitgebreid verteld aan alle rechercheurs, maar zij zegt zelf niet dat zij met het plan is gekomen. Heeft zij ook gedeeld in de buit? Et dame, a toca parte de motín? Niet een keer, hè? Ik denk het. En waarom denkt u dat? Ik ben hier wat te pensen. Ik wil het een keer zien. Was dat zo'n tip? Want het was haar tip. Wat is uw rol geweest bij die overval? Kiko tal de borrel de atraco. Waar precies zijn we bij mij? Ik kan me niet precies herinneren hoe dat is gegaan. Nou, bij de politie heeft u het zich wel kunnen herinneren. Pero seca policía por recordar. En toen heeft u gezegd dat u. Zo luna nasi que pasa. Dat kan zo maar pasan na vondrami. Ja, maar de maanden zijn inmiddels verstreken. Het is bijna een jaar geleden dat ze mij die vraag hebben gesteld. Nou, bij de politie heeft u gezegd dat u in een auto heeft gezeten. Zeker politie, maar wie zou betalen zich daar de auto? Dat met die auto de auto van de geldloper is klemgereden. Cool, een auto, een blok, ja, een auto. Ik kom er op. Dat u met een ander, namelijk met uw medeverdachte Cuas, uit de auto bent gegaan. Cool, abo hond, cool, order. Ik heb een kostel met Joseph Cuas, snaga, baaf in die auto. Ik zeg nu uit mijn hoofd dat er in ieder geval één
wapen of op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij aanwezig was. Dat is voor de geweest dat het ding zeer omarmen of eigenlijk een paar zeer omarmen rond de kop. In ieder geval dat die geldloper uit de auto is gegaan. Die toen wanneer in zo'n moet altijd de auto die Hector en ik zodat die plakken als Sali van je auto. Nou, dat de medeverdachte met die auto van de geldloper er vandoor is gegaan en u met de andere auto die eerst klem gereden had, bent vertrokken. Kunt u het zich weer herinneren? Op een korte zee. Waar kun je precies gewoon naar bijna? Ik kan me niet precies herinneren hoe het is toegegaan. En als ik u dit zo in grote lijnen voorhoud, kan dat kloppen? Pero si eres pasado ese junto como a grandes rasgos, como corra. Importa verdad. Más o menos. Min of meer. Kunt u zeggen wat wel klopt en wat niet klopt? No puedo decir qué con si te cuadra con realidad y qué con no. No daba tiene arma de hoy. Er was geen wapen. En hoe is die meneer dan bewogen om de auto te verlaten? Ja. Zijn reactie op de auto. Ja, dat was zijn reactie. Hij is uit de wagen gestapt. Heeft u of heeft uw medeverdachte hem daartoe gedwongen? Ik heb de auto. Ik kan me niet herinneren. Wat kunt u er zich wel van herinneren? Of er iets gezegd is of iets gedaan is tegen die geldloper? Kiko, si, por cosa. Si, algo, avise, algo, of si, algo, kune. Un menos se llama así nada. Estamos grande, está. Vamos a visitar, va. Nee, maar met hem is niets gedaan, tegen hem is niets gedaan. Gewoon, ja. Ik stap bij die auto. Het is iemand op leeftijd. Hij is uit die wagen gestapt. Dus er is wel gezegd tegen hem, stap uit die auto. Ik heb helemaal niet zichtbaar voor die auto. Zeg. Ja. En het was een man op leeftijd. En de auto had een grani. Zeg. Ja. En u zei net dat er een tip was gekomen van die Suzy. Dat die tip ook inhield wie naar buiten zou komen. Wist u dus ook dat de man op leeftijd was? Nee. Wat was er dan gezegd over wie er naar buiten zou komen? Kiko abisa tocante e su con la bing a foke plaka. Kiko abisa? Kiko abisa tocante persone. Ja, u zei, de tip hield onder meer in wie naar buiten komt met het geld. Wat sobra, ma visa e tip, de tip la visa si, keng lo asalico e plaka. Si. Ja. No, un auto, e auto. Die auto. Alleen een auto. Ja, nou, ik heb ook opgeschreven als uw verklaring net dat de tip inhield wie naar buiten komt met het geld. Ze heeft alleen maar de kleur van de wagen gezegd en het kentekennummer. Nou, je zegt dat het over een man op leeftijd ging. Maar wie zei dat? Een grani. De aangever is geboren in 1947. Dat heb ik daarna gehoord, zeg maar. Heeft dat niet gemerkt dat een wat oudere hier was? No, Ariparaco, dat we in een tiki was grande. No, dat was een pelago, een bril. Dat was een bril bestiendo, dat was een pelago, een feita. Zelfs een kajon gewoon. Nee, want hij had een bril op en geschoren. Gewoon, een soort jongemanstijl, ja. Van wie had u dan gehoord dat die man op leeftijd was? Voor de euren die keer meteen ik het auto op een grani. Ja, organiseerde naar Bingo de declaration die je mamira sufeetje naar ze meent. Mamira goed aan een grani daar. Toen de chauffeur kwam met de verklaring van die man, toen zag ik zijn geboortedatum en toen zag ik dat hij een man op leeftijd was.
Klopt het dat u bedekkende kleding aangetrokken had voor die overval? Inderdaad, maar wist u onder die bepaalde over die bepaalde? Van waar ik die aantrak? Nee. Gezicht bedekt? Wat tap op elkaar? We doen petje, zo wist hij. Nee, ik had een pet op. Over deze beschuldiging, meneer de officier, heeft u vragen of opmerkingen? Vragen, meneer Damascus nog. U heeft tegen de politie verklaard dat u een speelgoedvuurwapen bij zich had tijdens de overval. Klopt dat? Meneer, ja. Antwoord luidt ja. En u heeft ook verklaard dat u uit de buit van deze overval 9000 gulden heeft gekregen. Maar ik raad daar weer komen. Normaal en 9 miljoen, die hebben we 10. Klopt dat? Bedaard? Ja. Geen vragen meer. Ik kijk naar de advocaat. Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van dit feit? En wat u beide betreft, dossier afdoende voorgehouden ten aanzien van dit feit? Ja. Officier, advocaat knikt ook. Dan gaan we door naar de volgende beschuldiging.